Yo, kijk van IMT. Vandaag ben ik met een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon World. En we gaan kijken hoe dit beroemdheid niveau gaat zometeen. En met onze lening. Want dat gaat ons een financiële strop opleveren. Wij gaan sowieso in het rood komen. Precies wat ik mijn garantie al kan vertellen. Maar de vorige episode hebben we onze parkwaardering flink opgeschroefd. En gaan we eens even kijken als dit soort deel gaat kopen. Ik hoop het trouwens wel. En mijn game is nog steeds harder te lekken op een of andere manier. Wat vinden mensen hiervan? Erg goedkoop. Is erg goedkoop. Oké dan. Hier gaat ook iemand wat kopen volgens mij. Totale winst. Hier hebben we niks verkocht. Steeds niet zoveel betalen. Koper dan ik had verwacht. Ik hoor dan weer 50 cent bovenop. Komen hier al mensen? Waarschijnlijk nog niet nu. Vinden mensen hiervan goedkoper dan ik had verwacht. 6 euro voor een zakje lucht, dat vind ik nog goedkoop. Nou, dan maak ik er maar 8 euro van. Ik heb iets gehaald. Mensen, ik ben blij te kunnen mededelen dat het aanlagerwal een uitstekende selectie producten heeft. Zodat je van de zon kunt blijven genieten. Hier kan iedereen stalen als de zon. Andere woorden. Mijn ranking is level 3. Woehoe. Hippe goedjes. Ik hoop dat meer mensen gaan komen nu. Kijk eens. Dus dat veroorzaakt dus de meeste winst. Dat ik me allemaal goed heb gedaan in het begin al. Oké, dat is wel goed om te weten. Mensen hier nog van? Ik hoop dat ik had verwacht. 11,5 euro. Wat vinden mensen hier nu van? Ronnen met schoffel uit ballon 1, die is goedkoper dan ik had verwacht. Oké, dan gaan we gewoon 10 euro voor een zakje lucht betalen. Goedkoper dan ik had verwacht. 12,25 euro. Ik heb er wel steeds meer mensen in mijn park. Wat best wel heel fijn is. Maar ik maak nu nog winst terwijl ik mijn lening erop heb. En dat verbaast mij. Ik hoop dat ik had verwacht. 10 euro voor een zakje lucht in de winkel goedkoop. Dit zou ik echt nooit wel gaan betalen. Dit is goedkoper dan ik had verwacht. 12,50. Echt, die autosave moet echt veel te vaak. Oké, dan moet ik nog frame rank 4 gaan halen ook nog. Lening afbetalen. Ik heb die al wel gehaald. Maar ik heb nog een lening. Wat klopt er niet? I don't freaking know. Totale winst, daar nog in de min.
Hier, totale winst in de plus. Totale winst ook in de plus. Jongens, wat is dit? Ik maak geld. Ik verdien serieus geld. Kom hier überhaupt mensen in? Nee. Zeg. Dat is lekker slim. Nu kunnen wel mensen hier komen. Oké, ik ben wel benieuwd hoeveel mensen ik hiervoor willen uitgeven. Is niet heftig genoeg voor mij. Goedkoper dan verwacht. 3,5. Ook 3,5. Goedkoper dan verwacht. 3 euro. Deze. Goedkoper dan verwacht. 4 euro dan. Goedkoper dan verwacht. 4 euro. En goedkoper dan verwacht. 4 euro. Bij deze. Goedkoper dan ik had verwacht. 5 euro. 4,5. Ook echt lekker geluid. Ik krijg echt winst. What the actually heck happens to my park? I don't know. Volgens mij weet ik eigenlijk hoe het spel werkt. Dus die frame rank, die geeft echt letterlijk aan hoe goed jouw park gaat lopen. Eigenlijk. Monteurs, wat doen jullie? Jij gaat dat dus importeren. En wat de actually heck ben jij aan het doen? Je hebt nu deze gerepareerd. Kunnen mensen naar binnen? Levert mij weer geld op. En ik heb de monteurs. Die zijn echt aan het peulen, stelletje monteurtjes. Ik kwam hier nog een monteurspost neer te zetten. Monteurspost. Deze. Openen. En jij gaat meteen maar wat leuks doen. Kijken, wat heb jij? Oké, Daan. Er moeten meer mensen hier naartoe komen. Het is iets te veel dus. Net iets te veel. En zo gaat die tafel vliegen tapijt 1. Oké. Gaan we die ietsjes goedkoper maken. Daarnaast gaat het niet goed. En dat zou jammer zijn. Als je met meer mensen ingaan. Wat meer mensen is meer geld. Dat is met mijn financiën. Wat, ik heb mijn lening al bijna afbetaald. Alleen mijn parkwaarde kijkt alleen maar niet omhoog. Dat was ik ook wat omhoog gekregen trouwens. Als ik wat meer geld heb.
Ik wil zeggen een achtbaantje gaan bouwen. Op naar de achtbaanbouwer. En gewoon weer te veel bomen. Annuleren. Remove. Oh, gewoon echt heel risky wizard toe eigenlijk. En toen stond ik dus in de min. Hatsuki idee. Ja, dat is gewoon veel te duur. Ik kan hier zo wel een mooie achtbaan bouwen. Dat ik wat geld uit de mensenzakken weer kan klappen. Een houten achtbaan. Kan ik hier toch weer misschien gaan bouwen. Wat bodemloze achtbaan. Even kijken, we zien deze. Maar ik kan ook eerst voor kiezen om een lening af te betalen. Kijk, wel wat meer geld. Maar kijk, wel langzaam steeds meer mensen in mijn park. Op zich ook wel fijn. Maar eigenlijk moet weer een nieuwe beroemdheid langskomen voordat ik echt weer voldoende geld ga krijgen. Maar laat ik daarvoor eerst mijn lening afbetaald hebben. Financiën. Ik hoor maar 3854 euro en 76 cent. Kijk, heel geleidelijk aan betaal ik hem wel af. Maar als ik zoiets moet gaan lenen, dan gaat het echt heel hard. Met het geld. Veel te hard. Dan ben ik echt zo door mijn doekoes heen. Maar jij mag ook niet gewoon gedeeltes kan afbetalen. Kijk, dat parkomzet is best wel hoog. Totale omzet winkels. Gemiddeld aantal mensen. Kijk, maar hier kwam weer die challenge gehaald. Omzet mensen, even kijken. Wat staat dat? Waar ben ik begonnen met die lening? Sommige attracties maken nog steeds verlies. Die vliegende tapijt maakt wel winst. Hippe zonnebrillen en zonnige zonnebrillen maken allebei verlies. Maar dat is niet voor lang, ik ben nog een kind van de maand. Ze maken heel vaak wat meer dingetjes verlies. Ik maak per bezoeker 11 cent winst. Dat is op zich niet zo heel erg veel. Wat vinden mensen hier nou van? Ik ga niet zoveel betalen. La 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 la. Oké. Wat vinden mensen hier nou van? Zoveel betalen. Ik wil geen ritjes meer maken, dus het duurt elke lang. Oké dan. Wat vind jij ervan? Ik ga niet zoveel betalen voor de fun slide. Ik heb toch ergens wat geld vandaan troggelen. Die maakt best wel winst, die maakt winst, die maakt heel veel winst, die wat minder. Het is heel weinig. De circus, hier maak ik alles op heel weinig winst. Deze die krijgt maakt het winst, deze ook wel redelijk. Hier maakt alles heel veel winst. En wat dacht jij?
totale winst. Ik maak er nog winst. Die heb ik alweer terugverdiend. Die nog lange nani. En die hoef ik zo wel terugverdiend. Deze hoef ik zo terugverdiend. Dat kan bijna niet anders. Die heeft nog 5000 euro winst gemaakt. Deze maakt ook wel lekker winst. Deze ook. Ook wel een redelijke winst. Deze ook. Ook best wel een lekkere winst. Deze ook. Deze niet. Ik kan beter even stopzetten. Ja, ook nog een beetje winst. En jij kost alleen maar. Hoe zit het met jou dan? Ach, we zien hier. Het park is erg donker, ook wegen lampen te plaatsen. Nee, dat gaan wij niet doen. Hoe zit het met onze lening? Bijna, 1500 nog. Hoe lang heb ik dan gewacht? Termijn 1 jaar, dat is ongeveer 1 jaar is voorbij. Het park is erg donker, overwegen om nieuwe lampen te plaatsen. Maar dat gaan we helaas liggen en ik niet doen. Kijk naar dit landschap. Best wel puntig. Vooral hier dat achter. Heel erg puntig. Anno tijd Sims 1. Close everything, please. Oké, ik moet naar de wc. Ik ben 23 mensen. Als je toch moet, dan ga je toch. Kijk, mensen maken wel gebruik van die toiletten. Ik wil een klein beetje winst eruit gaan pakken. Zo, stop Trump is op laf, die verstroven heen. Maar in ieder geval, ik ga hierbij deze aflevering afsluiten. Ik wel, laat een like achter, kun je niet abonneren en tot de volgende keer. Zodat we de lening afbetaald hebben.